Hallo, welkom bij de 24e aflevering van taalklas.nl. Fijn dat u weer bij ons bent. Ik heb weer twee cursisten hier bij mij aan tafel en ik ga ze natuurlijk aan u voorstellen. Gloria en Mehdi, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Bedankt. De aflevering van vandaag heet Naar de bibliotheek. Het gaat over wat je allemaal bij de bibliotheek kunt doen en ook hoe je in de bibliotheek om informatie kunt vragen. In het filmpje zien we zometeen het volgende. Martijn en Maya gaan naar de bibliotheek omdat zij kookboeken willen lenen. In de bibliotheek kunnen ze het niet precies vinden, dus Maya vraagt om informatie. Voordat we gaan kijken heb ik weer twee kijkvragen voor u. De eerste. Waarom wil Maya naar de bibliotheek? Waarom wil Maya naar de bibliotheek? En de tweede kijkvraag is. Wat zoekt Martijn in de bibliotheek? Wat zoekt Martijn in de bibliotheek? Kijkt u mee naar het filmpje. Mond open, ogen dicht. Lekker. Veel lekkerder als Nederlands eten. Nou, jij kunt anders heerlijke stamppot maken. Weet ik. Maar zo lekker. Heb ik van mijn moeder geleerd. Je hebt je moeder al een tijd niet gezien, hè? 2 jaar. Ik heb haar al 2 jaar niet gezien. Nou ja. Dat komt wel weer. Ik wil vanavond iets Nederlands voor je koken. Speciaal voor jou. Iets wat ik nog nooit heb gekookt. Waarom maak je geen hutspot? Hutspot? Wat is dat ook alweer? Gestampte aardappelen met uien en wortelen. Zal ik het je leren? Nee, ik wil je verrassen. Ik ga maar naar de bibliotheek. Dan kan ik vast wel een Nederlands kookboek lenen. Goed idee. Ik ga met je mee. Waarom? Misschien wil ik ook wel een boek lenen. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Kan ik u helpen? We willen boeken lenen. Dat kan. Maar we zijn nog geen lid. Dan gaan we dat in orde maken. Heeft u uw legitimatie bij u? Paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs? Alsjeblieft. Dank u wel. U kunt boeken gaan zoeken. Intussen maak ik uw pas. Kunt u ons ook iets vertellen over de bibliotheek? Op de bordjes vindt u informatie. Er staan daar computers waar u informatie kunt vinden. Recht voor u staan de Nederlandstalige romans. En bij het raam vindt u informatieboeken. Daar links achterin is de afdeling voor de jeugd. Oh ja, alles is op alfabetische volgorde. En we hebben ook boeken in andere talen. In die hoek daar. En tijdschriften en kranten in verschillende talen. Ik kom voor een Nederlands kookboek. Oh, leuk. In die hoek daar, daar staan kookboeken. Kunt u mij ook zeggen waar de reisboeken staan? Natuurlijk. Derde pad links. Derde pad links. Dank u. Bedankt. Tot straks. Tot straks. Zeg, waarom wil jij reisboeken lezen? Ja, waarom zou Martijn nu reisboeken willen lenen? Denk je, Gloria? Misschien hij wil op vakantie gaan. Ik denk het ook. Ja. Laten we gaan kijken naar de twee kijkvragen. Waarom wil Maya naar de bibliotheek? Mehdi, waarom wil ze naar de bibliotheek? Maya wilde graag een lekkere hutspot. Een Nederlands specialiteit voor hem koken. Ja, ze wil graag hutspot maken. Hutspot maken. En de tweede vraag, Gloria. Wat zoekt Martijn in de bibliotheek? Want hij zoekt iets heel anders. Hij zoekt een reisboek. Ja, reisboeken. Ja. En we vermoeden dat hij graag op vakantie wil. Hè? Ja. We gaan beginnen met de eerste oefening. Luister en kies het goede plaatje. Het kookboek. Het kookboek. 1, 2 of 3. Ik zie bij 1 al een kookboek. Op 2 zie ik een kinderboek. En op plaatje 3 zie ik een reisboek. Dus nummer 1 is het kookboek. Gloria, deze is voor jou. Het pasje. Het pasje. Ik zou plaatje nummer 2 kiezen. Juist, ik zie hier een pasje van de bibliotheek. Ja. Mehdi, de tijdschriften. De tijdschriften. Dat staat bij plaatje nummer 3. Juist, 3 verschillende tijdschriften. Ook.
Gloria, het paspoort. Het paspoort. Ja, dat zie ik op plaatje nummer 1. Hier zien we een paspoort. De volgende zijn voor u. De rug. De rug. Kies u voor 1, 2 of 3. De rug. Gloria, wat zou jij kiezen? Ik denk plaatje nummer 2. Nummer 2. Heb je goed. Dus de rug van een boek. Dat noem je ook een rug. Ja. Ja. De volgende voor u. Lenen. Lenen. Plaatje 1, 2 of 3. Lenen. Mehdi, wat denk jij? Ik denk plaatje nummer 3. Ja. En wat zie je bij plaatje nummer 1? Hutspot volgens mij. Dat is het? Ja, hutspot. Ja, klopt. Zo ziet het eruit. Ja. Juist, 3. Nog één voor u. Uitkiezen. Uitkiezen. 1, 2 of 3. Gloria. Dat zal plaatje nummer 1 zijn. Juist. Heb je goed. En de laatste voor u. De CD. De CD. 1, 2 of 3. De CD. Mehdi. Wat zou jij kiezen? Waarom lach je? Kies ik 3. Kies je 3. Maar waarom neem je plaatje 1 niet? Ja, dat is een film meestal. Kan een film dan... Dit noem ja, je dat een, is echt CD. Ja, dit noem je een DVD. DVD. En dit noem je een CD. Ja. Ja? Ja. We gaan verder met de volgende oefening. Luister en kies het goede plaatje. Ik ga naar de bibliotheek. Ik ga naar de bibliotheek. Plaatje 1, 2 of 3. Ik zie hier een man in de bibliotheek staan. Dus dan is hij daar al. Hier zie ik twee mensen op de fiets. En op plaatje nummer 3 zie ik ook twee mensen in de bibliotheek. Kies voor plaatje 2, want ze gaan naar de bibliotheek toe. Gloria, ik wil graag lid worden van de bibliotheek. Ik moet het wel goed lezen natuurlijk. Ik wil graag lid van de bibliotheek worden. 1, 2 of 3. Wat denk je? Ja, ik denk dat is plaatje nummer 3. Juist, heb je. Goed. En hij vraagt hier om... Ja, paspoort. Paspoort, legitimatie. Mehdi, waar kan ik de reisboeken vinden? Waar kan ik de reisboeken vinden? 1, 2 of 3? Nee, 1. 1, juist. En waar kan deze meneer de reisboeken vinden? Rechtdoor en dan linksaf. Rechtsaf. Rechtsaf. Juist, rechtdoor en dan rechtsaf. Ja. Juist. Gloria, tijdschriften kunt u hier aan de leestafel lezen. Tijdschriften kunt u hier aan de leestafel lezen. Dat vind ik op plaatje nummer 2. Plaatje 2. Wil je het uitleggen? Ja, want boven ik zie 3 verschillende tijdschriften. Juist. Ja. En hier? Daar is een tafel waar je kan zitten. Juist. En de tijdschriften lezen. Juist. Goed uitgelegd. De laatste zijn natuurlijk weer voor u. Waar kan ik de voorleesboeken vinden? Waar kan ik de voorleesboeken vinden? 1, 2 of 3. Wat denkt u? 1, 2 of 3. Gloria, wat denk jij? Voorleesboeken. Ik denk plaatje nummer 1. Je denkt, twijfel je? Nee. Nee? Oké, hij is ook goed. Nog één voor u. Hoe moet ik hutspot maken? Hoe moet ik hutspot maken? 1, 2 of 3. Nou, Mehdi. Dat is bij plaats nummer 2 hutspot. Of dat is nog Je twijfelt tussen 2 en 3? Ja. Oké. Okay. Hoe moet ik hutspot maken? Ja, 2. 2, heb je goed gekozen. Tijd voor oefening nummer 3. Verschillende zinsonderdelen in een goede volgorde zetten. Maak een goede zin. We hebben in de punt het derde gangpad de kookboeken staan. De goede zin is de kookboeken
staan in het derde gangpad. En we eindigen met een punt. Gloria, doe jij de volgende? Graag. Oké. Naar, ga, ik, punt en de bibliotheek. Ik ga naar de bibliotheek en de punt. Juist. Ik ga naar de bibliotheek. Medi. Lid worden van de bibliotheek. Ik wil, punt, graag. Ik wil. Graag. Lid worden van de bibliotheek. Punt. Juist. Ik wil graag lid worden van de bibliotheek. Gloria, nog één voor jou. Dus, een vraagteken, het derde gangpad links. Dus, het derde gangpad links, vraagteken. Juist. Dus, het derde gangpad links. De laatste drie zijn voor u. Een lange deze keer zie ik. De reisboeken waar ik kan, vraagteken en vinden. Wat is de goede zin volgens u? Gloria, wat zou jij hiervan maken? In zaal waar? Waar? Kan ik de reisboeken vinden? En dan een vraag tegen. Waar kan ik de reisboeken vinden? Klopt. Nog één voor u. Lenen, vraagteken. Ik mag en dit tijdschrift. Medi. Heb je enig idee? Mag ik? Ja, en de nu? De tijdschrift lenen. Yes. En ga ik tekenen. Mag ik dit tijdschrift lenen? Goed. De allerlaatste voor u. U lezen, punt, tijdschriften aan de leestafel en kunt. Wat denkt u? Gloria, wil jij de mensen thuis helpen? Ja, aan de leestafel. Ja. Kunt u tijdschriften lezen en de punt. Aan de leestafel kunt u tijdschriften lezen, punt. Juist. Helemaal goed. Vind je het makkelijk zo te zien? Alles was goed? Ja, gaat beter. Gaat wel. Oké, nou, ik vind dat je het goed doet. Het is tijd voor het tweede filmpje. In het filmpje hebben Martijn en Maya de boeken gevonden en nu gaan ze de boeken lenen. Maar Maya ziet iets. We zien hoe Maya een probleem met een boek oplost. Voordat we gaan kijken natuurlijk weer twee kijkvragen. De eerste. Wat is Maya's probleem? En de tweede vraag is. Hoe lossen Maya en de vrouw van de bibliotheek het probleem op? Kijkt u mee. Welke boek heb jij? Twee reisboeken. En jij? Eén boek voor Oscar en één boek voor mij. Leuk. Ga je mee? Ja. We willen graag deze boeken lenen. Dat is goed. Hier is uw pas. Alsjeblieft. Dat boek is stuk. Inderdaad. Eens kijken. Nee, hier staat niets. Kunt u het voor mij opschrijven, anders krijg ik straks problemen. Natuurlijk. Ik doe het meteen. Goed dat u het zag. Alsjeblieft, uw boeken. U mag ze 3 weken lenen. Veel plezier ermee. Bedankt, tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Zeg, waarom lees jij die reisboeken? Nee, vertel nou eens even. Ja, hij vertelt nog steeds niet waarom hij die reisboeken leent, hè? Ja, volgens mij is het duidelijk. Volgens mij is het ook duidelijk. De eerste vraag. Wat is Maya's probleem?
Gloria. Maya's problem is that the book is stuck. Ja, maar waarom is dat een probleem? Ja, want als hij zegt niets en hij brengt de boek terug, dan misschien de bibliotheek denkt dat hij de boek kapot gemaakt, ja. En misschien hij moet ze betalen, ja. Of kopen. He, ze ziet dat het boek beschadigd is en ze is inderdaad bang dat als ze dan straks terugkomt om het boek weer in te leveren, dat zij de schade moet betalen. Ja. En dat zou niet helemaal eerlijk zijn, toch? Ja. De tweede vraag, Mehdi, hoe wordt dat probleem nu opgelost? Zij heeft zo netjes gevraagd voor een schrijf. Ja, voor een briefje. Voor een briefje. Ja. Daar staat dat die boek geschaad is. Beschadigd. Ja. En het is, die probleem is opgelost. Ja, zo makkelijk kan het zijn. Ja. Ja. Toch? Ja. We gaan verder met de volgende oefening. Oefening 4. Luister en kies het goede plaatje. Dat kan, heeft u legitimatie bij u? Dat kan, heeft u legitimatie bij u? 1, 2 of 3. Ik zie hier op plaatje 3 een paspoort, dat is een legitimatiebewijs. Dus ik kies voor 3. En dat is goed. Gloria. Goed idee, ik ga mee. Goed idee, ik ga mee. Ik zit dat op plaatje nummer 2. Ja, zitten ze gezellig samen op de fiets. Ja. Mehdi. De kookboeken staan in het derde gangpad aan de linkerkant. Dat staat bij de plaatje nummer 1. Juist, plaatje nummer 1 staat inderdaad derde en dan belt je naar links. Hm. De laatste zijn voor u. U mag de boeken 3 weken lenen. U mag de boeken 3 weken lenen. Kiest u voor 1, 2 of 3? Gloria, wat is volgens jou het goede antwoord? Volgens mij dat is plaatje nummer 2. Plaatje 2, juist, heb je goed. Nog één voor u. Tijdschriften kunt u hier aan de leestafel lezen. Tijdschriften kunt u hier aan de leestafel lezen. 1, 2 of 3. Wat denkt u? Mehdi, wat denk jij? Ik denk plaatje nummer 3. Plaatje nummer 3, juist. Heb je goed? Nee. De volgende oefening. Welke zin is goed? Geef de goede reactie. Hoe moet ik hutspot maken? Hoe moet ik hutspot maken? Nou, wat is de goede reactie? Is dat? Dat kun je in een kookboek lezen. Of dus het derde gangpad links. Of aan de rechterkant in de hoek. Hoe moet ik hutspot maken? Ik denk de eerste. Dat kun je in een kookboek lezen. Gloria, ik wil graag lid van de bibliotheek worden. Ik wil graag lid van de bibliotheek worden. Zeg je dan, dank u wel, of dat kan, heeft u legitimatie bij u, of dat kan je in een kookboek lezen? Ik zeg, dat kan, heeft u legitimatie bij u. Juist, goed. Mehdi, de kookboeken staan in het derde gangpad aan de linkerkant. De kookboeken staan in het derde gangpad aan de linkerkant. Wat zou je zeggen? De eerste, de tweede of de derde? Dus het derde gang links. Ja, dus het derde gangpad links. Ja. De laatste drie zijn voor u. Waar kan ik voorleesboeken vinden? Waar kan ik voorleesboeken vinden? Dus het derde gangpad links. Bij de kinderboeken, hier links. Of dank u wel. Wat kiest u? Wat is de beste reactie volgens u? De eerste, de tweede of de derde? Waar kan ik voorleesboeken vinden? Mehdi. Dus het derde gangpad links. Juist, klopt. Klopt niet? Nee. Nee. Nee, en ik zie ook waarom het niet klopt. Zie jij het ook? Ja. Ja. Nee. Want als jij zegt de derde gang links, dan ik vraag nog een keer, dus het derde gang links. Ja, maar dit is een soort herhaling, hè? Op de, juist. Wat is het dan wel, Mehdi? Bij de kinderboeken hier links. Juist, dat is het betere antwoord. Nog één voor u. Mag ik dit tijdschrift lenen? Mag ik dit tijdschrift lenen? Nee, tijdschriften kunt u hier aan de leestafel lezen. Dus het derde gangpad links.
of dat kun je in een kookboek lezen. Wat denkt u? Gloria, wat denk jij? Nee, tijdschriften kan toch hier aan de lijst voor lezen. Juist, helemaal goed. Nog één voor u. U mag de boeken 3 weken lenen. U mag de boeken 3 weken lenen. Wat is de goede reactie? Goed idee, ik ga mee. Of dank u wel. Of misschien dus het derde gangpad links. De eerste, de tweede of de derde. Maybe? Dank u wel. Dank u wel, juist. Het is weer tijd om te gaan oefenen met praten. En dat doe ik samen met Mehdi. Mehdi, we gaan een gesprekje voeren. Ja. We zijn in de bibliotheek. Ja. Jij wilt wat informatie hebben en ik ga die informatie aan jou geven. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Je moet 3 dingen onthouden. Je wil graag hutspot maken. Lekker. Lekker. Je vraagt ook of er tijdschriften zijn. Dat is de tweede. Ja. En tijdschriften, ja. Ja, en tenslotte zeg je dat je een kopietje kan maken van het tijdschrift. Ja. Dus nog een keer. Je wil graag hutspot maken. Als tweede, je vraagt ook of er tijdschriften zijn. Ja. En tenslotte zeg je dat je wel een kopietje kan maken van het tijdschrift. Ja. Nou, daar gaan we dan, oké? Okay? Ja. Ik zal beginnen. Meneer, er zijn hier in de bibliotheek veel verschillende soorten kookboeken. Wat wilt u eigenlijk koken? Eigenlijk, ik wil een lekkere hutspot maken. Oké, okay, dan moet u een Nederlands kookboek hebben. Ja. En die staan in het derde gangpad aan de linkerkant. Is goed. En zijn er ook tijdschriften daarvoor? Ja, er zijn ook tijdschriften met recepten. Die liggen bij de leestafel. Maar die mag u niet meenemen. Nee. Nee. Oh, wat jammer. Ja. Mag ik ook kopiëren als ik vind die lijst die ik nodig heb? Ja, natuurlijk. Als u een goed recept vindt, kunt u dat gewoon kopiëren. Is ja, goed. Geen probleem. Oké. Oké. Dag. Doeg. Doeg. Als u ook met mij Nederlands wilt praten, dan kan dat. Dat kan namelijk op internet. Op www.taalklas.nl. www.taalklas.nl. U ziet dan het volgende. U kunt kiezen tussen inloggen en registreren. Ik ga direct inloggen, want ik heb al een nummer. Mijn naam. Hani, ik klik op oké, okay, mijn nummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Okay. En hier vind ik de lessen en hier onderaan zie ik aflevering 24. In deze laatste les hebben we geoefend met woorden en zinnen die je kunt gebruiken als je naar de bibliotheek gaat. En ook als je in de bibliotheek bijvoorbeeld om informatie wilt vragen. Voordat ik echt afscheid van u ga nemen, kijken we nog 1 keer naar de familie Zonneveld. Waar ga je naartoe? Verrassing. We gaan een week op vakantie. We gaan naar je moeder. Naar mijn moeder? Ja, die heb je al 2 jaar niet gezien. Ik heb een reis geboekt, last minute. En Oscar? Gaat Oscar ook mee? Nee, natuurlijk niet. Oscar moet naar school. Die gaat logeren bij buurvrouw Gerda. En mijn werk dan? Ik heb alles geregeld. Mevrouw Rood vond dat je wel een vakantie hebt verdiend. Wat een verrassing. Nu begrijp ik waarom jij die reisboeken wilde lezen. Inderdaad. Nou, hup, in de auto jullie. Anders kom je veel te laat, lieverd. Doei. Doei. Dag. Ho, stop. Ik moet nog even iets pakken. Die neem ik mee. Dan kan ik hutspot maken voor mijn moeder. Doei. Ah. Dag liever, tot volgende week. Nou, wij lekker naar de tv. Tot slot wil ik graag de 2 cursisten bedanken. Gloria en Mehdi, dankjewel dat jullie er waren. Dankjewel. Ik wil u thuis ook hartelijk bedanken voor het kijken. Dit is helaas alweer de laatste aflevering. Ik hoop dat u er veel van geleerd heeft. Ik heb het in ieder geval met heel veel plezier gedaan.
En wie weet, tot de volgende keer. Doeg!